Leuk dat jullie er weer zijn. Gaan we weer plaatjes kijken, Baxter? Jazeker. Maar vandaag gaan we er ook nog bij bewegen. Oh, leuk bewegen. Dat kan ik wel. En mag ik dat dan voordoen, Bax? Ja hoor, Toby. Jij mag samen met de kinderen bewegen. Maar eerst zal ik de plaatjes laten zien. Let maar eens goed op. Ah, kijk eens. Dat zijn mijn neefjes, de ijsberen. En dit dier met dat grote gewei heet een eland. Kijk eens wat een prachtige staart deze vos heeft. En deze katachtige met de pluimpjes op zijn oren heet een lynx. Ach, kijk nou, een pinguïn met wel 5 jongen. En deze prachtige witte vogel is een sneeuwuil. Als je goed kijkt, zie je hem zitten, de sneeuwhaas. Wat een grote horens heeft die steenbok, hè? Wauw, daar komt de tijger aangelopen. En dit prachtige dier heet de wolf. Au. Dat was leuk, Bax. En nu mag ik, hè? Ja, nu mag jij, Toby. Veel plezier. Bewegen jullie mee? Oké, daar gaan we. Met z'n allen. Armen omhoog. Wat staat er op dit plaatje? En rek je uit. En wat zien we hier? Hou je armen in de lucht. En wat is dit? Maak je nog langer. Oké, en nu jezelf klein maken. En wat zie je op het plaatje? Hou jezelf goed vast. En wat zie je nu? Goed zo! Joepie! Tijd voor een pauze. Allemaal springen! Zo hoog als je kan. Spring, spring, spring! Oké, stoppen maar. Nu gaan we op één been staan. Zijn jullie er klaar voor? En hup! Goed blijven staan, hè? Wat zie je hier? En nu op je andere been. En zeg maar wat je ziet. Niet vallen, hè? En wat is dit? En nu met 2 benen op de grond. En wat staat er op dit plaatje? Door je knieën. En doe je armen wijd. Wat zie je nu? Goed gedaan! Tijd om te dansen. Zo gek als je kan. Schudden met je hele lijf. Ja! Dat kan gekker. Dat was leuk, hè? Vond jij het ook leuk, Pepper? Jullie hebben nu wel een prijs verdiend. Waar heb je die verstopt, Toby? Kijk, voor jullie. Tada! Goed gedaan, hoor. Ja, zullen we volgende keer die doen? Of die? Of die? Dat is goed, hoor. Dag allemaal. Tot de volgende keer. Dag. Dat er ook een Storyzoo-shop online is. Hier kun je een knuffel kopen van mij. Of eentje van Weerbax. Of van Pepper. Lekker zacht. Oh, boekjes. Dan kunnen we samen Engels leren. Neem een kijkje in de Storyzoo-shop.